Voilà. Kreeft met cannelloni van Serrano ham en asperges. En ik wil ook roze laarzen van die fijne witte streepjes op. En ook nog een horloge van die diamantjes, zoals Hedwig. Maar dan veel mooier. En ah ja, ook nog een pocket PC, want mijn agenda is echt één grote warpool. Wist je dat ze wel meer dan 5000 winkels hebben in New York? Wauw, dat is veel. En wie gaat dat allemaal betalen? Ja, toch? Schatje, vorig jaar heb je Amicaal gekregen. Zorg maar eerst dat je een wedstrijd kan winnen met dat paard. En dan praten we wel verder over een nieuw cadeau. Ja, daar wou ik het eigenlijk over hebben. Ik vind Amica niet zo'n goed paard. Hoezo? Amica is het duurste paard dat we hebben. Kan je niet meer rijden. Oh, dat is een kwestie van training, denk ik. Marie-Claire, kan je mij eventjes komen helpen? Zou jij je grote mond eens willen houden? Jouw vader weet nog niet dat jij niet meer op Amica rijdt. Trouwens, hij weet nog veel minder dat we dat paard in die oude vuile stal hebben gezet. Besef jij wel hoeveel jouw vader heeft betaald voor dat paard? En je bent zelfs nog niet in staat om er te blijven opzitten. Hier. Paardenhoeve. Ja, maar ik heb nu mijn jeans nodig, die met die zakken. Ik heb het heel druk op dit moment. Ja, en dan? Jij verliest altijd alles van mij, dus los het dan ook op. Ik ben bezig. Laat mij met rust, Edder. Begrepen? Hi Oliver. Dag Ken. Zeg Marie-Claire, waar is Ma? Oh, ik krijg ze hem toch niet. Hallo. Nee, ja. Ik heb het tegen jou. Nee. Waar is Ma? Die is waarschijnlijk een nieuwe broek voor jou gaan kopen. Sorry. Jij bent nieuw hier zeker? Ja, Merel. Olivier, zeg maar Rolly. Mooi overal trouwens. Niet zo mooi als jouw broek natuurlijk. Yo, Olivier jaagt echt achter alles, hè. Die meid heeft nog wel een leuk snoetje. Misschien krijgt zij mijn sterren. Kom. Zes plus. Zes plus? Heb je die bombanella's wel gezien? Siliconen. Hoe kan jij dat nu weten? Ervaring. Kijk naar de vorm. Nee. Olivier de Lafayette. Ik kom net van de kantine en het lijkt daar wel een zwijnenstal. Olivier, ik ben die feestjes van jou kotsbeu. Hallo, ik praat tegen je. Ik wil dat je de kantine onmiddellijk gaat schoonmaken. Maar daar hebben we Jan toch voor? Ik bedoel, zwijnenstal, paardenstal, wat is het verschil? Als op het einde van de dag de kantine niet schoon is, dan zijn er in de toekomst voor jou geen feestjes meer. Begrepen? Yes, sir. Ik kom aan het einde van de dag alles controleren. Brandschoon, verstaan?
Laat die poster nog eens even zien, Dingo. Moeten we niet snel de kantine opruimen? Ik heb een veel beter idee. Hey. Wist jij dat jij de allermooiste ogen hebt? Ik heb gezegd, geen feestjes voordat de kantine brandschoon is. Mam, ik had je eigenlijk al eerder verwacht. Ha, suggereer jij hiermee dat de kantine al wel schoon is en de koelkast bijgevuld? Allang. Dat kan. Hoor je dat nu, Gringo? Mijn bloedeigen moeder vertrouwt mij niet eens. Waar weddenbon? Olivier, dit is geen weddenschap. €50. Roze chrysantjes. Wat? Die komen uit de tuin van mijn oma. Mogen wij dat nu misschien eens even ontvangen? Ja. Yes! Daar heb je onze lieve assenpoesters. Ik dacht even dat het je ma was. Ik denk dat die nog een beetje moet bekomen van de roze chrysantjes. Goed werk, ladies. Ela, vergeet je niks. Heb ik al gezegd hoe mooi jullie ogen zijn? Ja, dag. Nee, maar echt. Je hebt zo'n mooie ogen. De eerste keer dat je zag, ik verdronk echt in je ogen. En je hebt zo'n mooi haar. Dat is echt zo. Ik mag. Gringo, doe iets! Help! Rust voor. Een briljant plan. Tuurlijk. Ma! Zijn jullie niet een beetje te oud geworden voor een kussengevecht? Tuurlijk niet. Is goed voor de conditie. Hé, Gringo? Zo, zo. Kom. Ik vond die roze chrysanten al een beetje verdacht. Maar ik kan het uitleggen. Nee. Ik zal het wel uitleggen. Jij hebt huisarrest. Ken je dat? En jullie? Jullie krijgen nog €50 van ze. Oeps. €50 van ons? Waarom lach je? Je hebt huisarrest. Ja, relax toch, meiden. Een hele namiddag lekker dvd'tjes kijken. En als jullie nu eens even wat te eten en te drinken halen... Ja, dag. Ik moet nog €50 van je krijgen. Doe het maar zelf. Ja, heel graag, maar ik heb helaas... huisarrest. Wat? Als jij dat nu eens zou even doen, dan zal ik ondertussen de ladies wel een beetje entertainen. Leg maar neer, hoor. Waar zijn de meisjes? Oh, die zijn al naar huis. Je hebt niks gemist, hoor. Olly, ik dacht dat we samen naar een film zouden kijken. Vind je het niet gezellig met mij? Huh? Wat wil je zien? Maakt niet uit. Rebecca in de kantine. Nee. Lisbeth op het marktplein. Boring. Annieke in het zwembad. Ik kan haar stem al niet meer horen. Dan doe ik toch gewoon het geluid uit. Heb ik geprobeerd, werkt niet. Daarnet zei je dat het niets uitmaakt. Dat nieuwe meisje op de manege. Die in de stallen werkt. Ja, dude. Maar daar heb ik geen materiaal van. Ja, nog niet. Als jij haar nu eens ging filmen. Ik heb huisarrest.